Welkom bij debestebarbecue.nl, guestgear.nl en justforkoks.nl. Drie namen waar wij ons platform op hebben gebouwd om de beste barbecues van het jaar 2018 te testen. Vandaag zijn we binnen in mijn woonkamer, eetkamer. En wat we hier achter ons hebben liggen, dat is een Weber barbecue. Nou, Weber kennen we natuurlijk al hartstikke lang en die doet er ook al heel vaak mee. Wint ook goede prijzen. Alleen deze Weber is net even wat anders dan de andere Webers. Dit is een elektrische barbecue. Nou, voor veel mensen kan dat meteen al iets zeggen, zoals elektrisch barbecuen, dat is toch helemaal geen barbecue. Of juist, heel wat handig, daar komt heel weinig rook vanaf. Juist. Daarom testen we hem ook hier. Ik woon in een appartementencomplex en bij mij op het balkon kan er eigenlijk niet gebarbecued worden als je een kolenbarbecue hebt. En zelfs met gas is het al wat lastig. Vaak omdat die gasbarbecues ook flinke buitenkeukens zijn. Daarom ben ik extra blij met deze Weber. Dit is namelijk de Weber Pulse 2000. Moet even kijken. En de Pulse 2000 is een elektrische barbecue. En nogal een forse, zoals jullie zien. Daarom ga ik hem nu even hier unboxen. Kijk even mee. Uiteraard gaan we hem ook testen bij mij op het balkon. Dan kunnen we zien hoe het zit met de rookontwikkeling. De smaak uiteraard en het gebruikersgemak. Voor nu eerst eventjes uit elkaar halen. Wat zeg je? Hoe ik aan dit toffe schort kom? Van de beste barbecue. Nou, dit is namelijk een schort van Etapol. Etapol heeft een website waar je allerlei verschillende lederen schorten kunt krijgen, zoals deze. Deze vind ik persoonlijk het tofste. En dat zorgt dat je een beetje beschermd bent tegen spatten, maar ook natuurlijk tegen de hitte. En het staat gewoon ontzettend tof. Bam! Als eerste wat we hier tegenkomen, ik loop iedere keer even hier, want het beeld binnen is niet zo super licht. Een boek, dat is de gebruikershandleiding, in een plasticje. En daar zit onder andere in wat handigheidjes, hoe je hem in elkaar krijgt. Nou moet ik zeggen dat het bij deze varianten vaak niet zo lastig is als bijvoorbeeld bij zo'n Kamado, die je vanaf nul in elkaar moet zetten. En hier hebben we dus voldoende materiaal om straks even te kijken om in elkaar te zetten. Nou, in elkaar zetten, daar hoeven we niet druk om te maken. Deze jongen, die zit al in elkaar. Kijk eens even van het plaatje. Prachtig, toch? Dan zal ik dan eventjes van dichtbij eventjes wat zoomen als ik alle spulletjes eruit heb. Dit is hem gewoon. Zit nog meer in, dames en heren. Soms zitten er ook wel eens van die doosjes bij. Dan denk je, hé, wat zit hierin? Er zit helemaal niks in. Denk om de redacteur een beetje te fokken. Hier zit wel iets in. Wat is het? Nou, rustig maar.
Dit is het lekbakje. Handig. Ik snap niet dat ze daar niet een stuk of 30 van bij doen. Maar goed, weet je, deze heb je ook van allerlei andere merken natuurlijk. Wel ideaal. Dit gaat zo meteen onderaan de barbecue. Het vangt dus al het vet op. En in plaats dat je hele barbecue smerig wordt, hoef je dus eigenlijk alleen maar deze even weg te gooien. Super handig. Metaal. Ja hoor. Het geelrooster. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad één kant. Hier is de andere zijde. Dat geloof je natuurlijk niet. Nou, maar laat het even zien. Dat zijn zware jongens dit. Gaan we zo meteen even erin zetten. En daar krijg je dan die mooie geelstrepen van. Op elektra. Kijk, barbecue, dat is natuurlijk, het is niet alleen de smaak en de rook. Het is ook het gevoel. Dus het buiten koken, het lekker even buiten zijn met het warme weer. Wil je niet binnen zitten te plakken bij een keuken? Wil je gewoon, ja, zoals ik op mijn balkon staan met een lekker briesje? En als dat nou met een elektrische kan, zodat ik de buren niet te veel belast ben. En ik zelf ook wel lekker buiten vleesjes kan bakken. Nou, te gek toch? Kijk, wel een toffe unit dit hoor. Dit is het elektroblok. Dat moeten we wel nog ergens op bevestigen. Ja, ik heb al gezien. Jij natuurlijk ook. Kijk hier. Daar moet hij op. Er zit alleen nog het een en ander qua plastic in. Hoppakee. Ga zo toch opruimen hoor, schat. Nou, dit moeten we dus nog eventjes in elkaar flansen. De rest was die plastic leeg. Even kijken. Ik mis nog wel iets belangrijks. Kijk. Ik ben er nog hoor. En eventjes beneden. Kijk, hey, hallo. Ik kan ook even kijken, er zit ook een lift hier. Nou, bijzonder. Ik ga zo meteen ook nog de trap doen. Ja, of verzoek. Kijk, hier. Dat is een prikkert. En deze prikker, dat is een thermometer. Die steek je dus, dat hebben we wel eens vaker gezien. Aan deze kant in het vlees. En vooral tof bij hele grote hompen vlees. Super lastig om klaar te maken. En als je nou weet wat de kerntemperatuur is, ik zeg maar even wat 150 graden, dan steek je dit in het apparaatje. In dit geval in de barbecue zelf. En dan geeft hij aan wat de temperatuur is. Dus ga je nooit een mooi stuk vlees verpesten. Top. Twee stuks. Ik weet niet of ze Bluetooth zijn. Ga ik zo meteen even uitvinden. Ik ga hem eventjes in elkaar zetten. Ik zal je even meenemen. Ik ga een stukje. Wow, komen die handen in één keer in beeld? Kijk. Dit is hem. En zoals je ziet is het echt een plaatje. Ja, hier moet nog het een en ander in. Zie je dan? Hier moet nog het een en ander aan vast. Dat gaan we even doen. Ik zet hem eventjes in elkaar. Dan kom ik zo meteen weer terug bij. Tot zo. Maar daar staat hij. Hij was super makkelijk in elkaar te zetten. Deze Weber Pulse 2000. Zoals je ziet past hij echt maar net op mijn buitentafeltje. Ik weet dat Weber ook een tafel bij deze barbecue kan leveren. Ik ga er persoonlijk nog eens eventjes om zeuren, want dat lijkt mij wel heel erg relaxed. Als je, zoals je ziet is die voor de rest helemaal compleet. Hier hebben we uiteraard de temperatuurmeters. Hier zie je de stekkertjes die naar het vlees toe lopen. Nu zit er niks in hoor, ik ga hem zo meteen echt testen. Hieronder hebben we hier het opvangbakje. Kijk, dat kan je er zo uithalen. Daar zit dat aluminium bakje in, dus die kan je steeds weggooien. Die zit eronder, dus die vangt alle spetters op.
super handig. Nou, we hebben twee van die thermometertjes. Die houden dus mooi de temperatuur van het vlees bij. Hoeft overigens niet, hè. Je kan dus gewoon lostrekken en zeggen van het zal wel als je gewoon satéetjes gaat braden. Hier gaat die open. Hier heb ik eventjes die, de prikkers erin gezet, de thermometers. Zoals je ziet heb ik de grillplaat er alvast ingelegd. Die gaat zorgen voor dat mooie barbecue streepgevoel. Hier onderin zie je dus, daar, ja, zie je dat lekbakje liggen. Dus ja, dat gaat er allemaal, gaat het vet, dat ruikt er zo schuin af. Dit is misschien nog wel even handig om te, kijk deze, dat zijn de, nou, de warmtedraden, zo gezegd. Hè. Net zoals bijvoorbeeld bij het gourmetten. Daar komt de hitte doorheen. En hier wordt ook de temperatuur opgemerkt door die puntjes daar. Dat zijn ook is ook een grote thermometer. Dus dan zie je gewoon hoe warm het is. Maar niet binnen in je vlees. Okay. Nou, dit gaat dus heel makkelijk open en dicht. Super makkelijk schoon te houden. Dit ding is vrij zwaar. 27,5 kilo. Dat, ja, dat til je in je eentje wel redelijk gemakkelijk dankzij de handvaten. Maar geniet met één hand staan poetsen en de andere hand even optillen. Want dat gaat niet zo makkelijk. Nou. Zoals je ziet is het echt super geschikt voor een balkonbarbecue. En om deze gaat lekker super weinig roken. Tenminste, je hebt natuurlijk gewoon een rook die van een vleesje afkomt. Maar we hebben niet meer die rook die echt van de kolen afkomen. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan het testen en uiteraard zal ik dat eventjes filmen voor het echte gevoel. Tot straks maar weer. Nou, dit gaat gewoon hartstikke goed op deze Pulse 2000. Top is dat ik net een reminder kreeg of een alarmpje ging af toen hij de juiste iGrill temperatuur had bereikt. Ja, dat is gewoon super. En het grillformaat is ook gewoon enorm groot. En ja, gewoon geen rookontwikkeling. Echt fantastisch.